Goedemorgen. De Bijbeltekst uit de Bijbelapp voor vandaag is uit Lucas 6 vers 28. Zegen hen die u vervloeken en bid voor hen die u belasteren. En de overdenking die daarbij staat Bidden voor wie? In heel Jezus' bediening zette hij voortdurend dingen op zijn kop voor degenen die luisterden. De religieuze leiders van die tijd waren ver verwijderd geraakt van het volgen van de wetten van God. Het onderwijs van Jezus hielp hen terug te keren naar de kern van de wet, maar hij deed dat vaak op verrassende manieren. De meesten van ons denken waarschijnlijk dat we heel goed zijn in het liefhebben van andere mensen, maar als we eerlijk zijn besteden de meesten van ons waarschijnlijk hun tijd aan het liefhebben van degenen die ook van ons houden. Het is veel gemakkelijker om te houden van de mensen met wie we bevriend zijn. Als er in de loop van de tijd vertrouwen is opgebouwd en we het met elkaar eens zijn, is het gemakkelijk om lief te hebben. Jezus zegt dat het niet genoeg is om te houden van degenen die van jou houden. In Lucas 6, vers 28 dacht hij ons nog verder uit. Hij zegt. Dat we degenen die negatief over ons spreken moeten zegenen. En dat we moeten bidden voor degenen die ons pijn doen. Als iemand je ooit pijn heeft gedaan. Of als iemand negatief over je heeft gesproken. Dan weet je hoe moeilijk het kan zijn om die persoon lief te hebben. Het is moeilijk om liefdeloze, om liefdeloze mensen lief te hebben. En toch deed Jezus precies dat. Toen wij op ons slechtst waren, hield hij nog steeds van ons. Als je het moeilijk vindt om degene die je pijn doen te zegenen, begin dan met gebed. Vraag in gebed tussen jou en God aan Hem om je hart te verzachten. Vraag Hem om gerechtigheid in een specifieke situatie, maar ook om herstel. Elke persoon die bestaat is een persoon die Jezus wil liefhebben. En als we stappen zetten om van mensen te houden die liefdeloos zijn, tonen we de liefde van Jezus aan iemand die dat nodig heeft. Als we stappen nemen om te bidden voor degenen die ons pijn doen, gaan we meer op Jezus lijken. Neem nu een paar minuten de tijd om te bidden. Vraag God om je te helpen groeien in liefde voor de mensen om je heen. Als er iemand is die je pijn heeft gedaan, vraag God dan om je hart te helen. Spreek ook een gebed uit voor, de, voor die persoon. Vraag God om bij hem of haar te zijn, om hem of haar te helpen. En om een manier te vinden om ook zijn of haar hart te verzachten. Dank Jezus dat Hij van ons hield, zelfs toen we liefdeloos waren.